Wij zijn onderweg met Dreamer en met Heartbreaker. Ik ben best wel veel zwemmen hier en... Ik heb wel overwegen om in te laten slapen. Als ze mag ik bij me reden, dat onbelangrijkste. Wij zijn onderweg met Dreamer en met Heartbreaker. Heartbreaker heeft een hackcontrole en Dreamer die is natuurlijk een tijdje geleden verwaarloosd bij ons gekomen. En we dachten dat ze een troostje had, maar ze loopt op dit moment niet echt heel lekker. Ze loopt best wel heel kreupel en we dachten ja, we moeten toch even kijken wat in het been speelt. En ja, kijken of we daar eventueel een ijsje onder kunnen zetten of dat we in kunnen spuiten zodat we haar kunnen helpen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus wij nemen jullie mee in het dagje naar de dierenarts. Dus veel kijkplezier. Hallo. Hartbreker. Nou, ik ben met Dreamer bij Arthur. Dreamer heeft best wel veel zwelling hier. En toen we hem zagen in het eerste opzicht, dachten we ook dat het misschien artrose kon zijn. Alleen ze moest nog even wennen bij ons op stal en ze is laatst verwaarloosd binnengekomen. En ja, we gaan even kijken wat het is. We denken aan artrose, dus we gaan even röntgenfoto's maken. Toen is onderzoek om te kijken of we hier nog iets aan kunnen doen of wat te ver heen is. Ze loopt in ieder geval niet goed op. Dus we gaan jullie weer even meenemen met een dierenartsvlogje. Nog een keertje. Best. Nou, we hebben net een klinisch onderzoek gedaan van Dreamer. Zowel linksom als rechtsom liep ze bar slecht. De ene kant slechter dan de andere kant. Ze is net even verdoofd en we gaan nu röntgenfoto's maken van beide voeten. Dus we zijn benieuwd wat er uitkomt. Ik denk artrose, maar bijna wel 100% zeker. En dan kunnen we kijken of we er nog iets van kunnen doen en of we haar pijnvrij kunnen laten worden. Want nu heeft ze best wel last aan de voeten, dus je zag loopt ze echt enorm slecht. Vooral bij harde en zachte, dus we gaan het zien. Goed zo, kunnen we wel. Thank you.
links voor. En rechts voor heeft hij heel veel zwelling bij het kroongewricht. En wij noemen dat, als je meekijkt met de camera, de zwelling bij het kroongewricht, dat noemen wij een hoge overhoef. Nou, dat is een verdenking van een hoge overhoef, maar je hebt hier zwelling zitten. En je hebt hier zwelling zitten aan de binnenkant. En een lage overhoef is eigenlijk artrose in zijn hoefgewricht. Een hoge overhoef is artrose in het kroongewricht. Nou, je ziet dat hij het meeste kreupel loopt op het rechter voorbeen, maar ook links voor loopt hij gevoelig. Dus gaan we kijken naar de foto's. We beginnen met het betere been. Dan gaan we kijken naar de voor-achterwaartse opname. Dan hebben we hier het hoefgewricht. En hier hebben we het kroongewricht. En dan zie je dat hij aan de beide zijkanten, zo aan de buitenkant, heeft hij hier allemaal reactie zitten. Ik ga het verder uitvergroten. Dan heeft hij hier reactie, remodellering, fragmentatie van allerlei dingen. Een heel heterogeen beeld, radiodens, radiolucent. En hier heeft hij dat hele forse opbouw. Hier loopt ook nog de aanhechting collateraal, want je moet altijd in twee vlakken bekijken. Dus we kijken naar de zijlingsopname en dan zie je ook dat hij een ongelooflijke speur, heel veel remodellering en aanbouw, opbouw heeft aan de voorzijde en hier. Dus hij heeft een hele forse artrose in zijn kroongewricht linksvoor. En als we gaan kijken rechtsvoor, en dan zien we dat eigenlijk het gewricht helemaal aan het deformeren is. Dus dat is aan de, als je dit kijkt rechtsvoor, aan de binnenzijde is het gewrichtsvlak nog open. Dan zie je ook hetzelfde als linksvoor, dat hij hier allemaal bot aangroeid, botwoekering heeft. En hier zie je dat het eigenlijk het hele gewricht gedeformeerd is. Een heel divers beeld, maar het hele gewrichtsvlak is aan het oplossen. Zeer, zeer, zeer forse bot aangroeien. Dat zie je hier ook. Ja, het hele gewicht is echt vrij extreem, en dit bestaat niet. Je ziet dat het hele gewicht aan de voorkant, het is helemaal dichtgroeien, dus aan het ankyloseren noemen we dat dan. Maar met heel veel reactie en heel veel botoplossing en botreactie. Dus geeft ook pijn. En dat zie je bij de paard terug. Dus een klassieke hoge overhoef. Artrose kroongewricht. Heb je het al eerder een keer zo gezien? Ja, dat heb ik zeker gezien. Ik heb het wel. En je denkt in principe, want het kan wel trauma zijn, maar het heeft er ook links voor, dus dat is maar zeer de vraag. Dus ja, prognose, dit kun je verder niet meer behandelen. En dan is het even dierwelzijnstechnisch. Je moet kijken, hoe is die overdag, hoe is die bij jou, hoe haal je hem uit de weide? Hoe komt hij uit de weide? Vooral de stagiaires zeggen wel, als het onder de dag en dag buiten, want ik dacht, ja, waarschijnlijk toch artrose, kunnen we wel binnen laten staan, maar wat alleen maar verslechtert van. Maar ze loopt vooral als ze de wei uitgaat of als ze een keer wordt opgejaagd, dan zie je haar echt gewoon een paar keer gewoon wegzakken. Ja, en ik weet niet of dat heel paardwaardig is, kijk, als het nou alleen maar in draf was, maar je ziet het ook aanzienlijk in stap, zeg maar, op grote momenten van de dag. Als je echt een paard kreupel in de wei staat, dan is het op een gegeven moment wel de overweging om hem in te laten slapen. Ik wil niet dat het paard de hele dag door pijn heeft. Nee, dus denk ik wel het beste om te doen. Ja. Nou, Heartbreaker heeft een hercontrole vandaag. De laatste keer hebben we zijn voeten ingespoten. En nu hebben we een hercontrole en dan hopen we dat alles weer goed is. Dat we groen licht krijgen. En dat ze lekker op de paddock mag bij de andere paardjes. What?
De hartbreker is in december hier geweest. We hebben de ondervoet uitverdoofd en de kogel uitverdoofd. Er was geen verbetering. Toen uiteindelijk kwam er op de echo uit dat hij een aanhechtingsprobleem heeft aan de binnenzijde van de tussenpees. Dat wil je het liefst ook weer bevestigd hebben aan de uitverdoving. Dat was toen onmogelijk, want dat was niet braaf. Bij de controle liep hij voor 80% beter, dus het leek erop dat we er bijna waren. We hebben nog een keer kogel behandeld. Vandaag heeft hij een terugval en nu willen we toch gaan kijken of we die verdoving kunnen zetten om de diagnose te bevestigen. Hartbreken blijft even hier, omdat het best wel een lang proces kan zijn. En dat ze er nog wel 2-3 uur mee bezig zijn. Het is namelijk al 11:15 en we zijn heel druk op stal. Hartbreken blijft hier en dan gaat Arthur mij de uitslag gewoon eens vertellen. En ik hoop het, dat we erachter komen wat het is, want het is natuurlijk niet fijn voor haar. Ze staat nu al sinds december in de paddock en met boksrus, dus we hopen dat we snel erachter komen wat het is. En we gaan nog even wachten en dan... gaan we Driemer in laten slapen in huis. Ik wil er zelf graag bij zijn, dus we wachten even en dan, dan moeten we het wel doen. Ik vind het echt heel sneu, vooral omdat ze echt jarenlang het gewoon echt heel slecht heeft gehad. Maar ze loopt in stap elke keer gewoon zo en het is gewoon zielig voor zo'n paard. Dus ik denk wel dat het beste besluit is. Het wordt leuk, maar we kunnen er niks aan doen. Driemer heeft haar eerste prikje gehad met verdoving en dan gaan we straks een tweede spuit aanbrengen en dan wordt ze ingeslapen. Ze hebben nog net de laatste gastjes gehad en het is goed zo. Ze heeft geen pijn meer hierna en dan ze heeft een mooie maandag gehad. Dat is mooi. Ze heeft hier nog een goed huisje gehad en het is altijd vervelend dit. Maar als ze maar geen pijn meer heeft, dat is voor me het belangrijkste. Nou, we zijn weer terug van de dierenarts en zoals jullie dus zagen hebben we Driemer in moeten laten slapen. Zoals Klein al zei, hij kon gewoon niet meer pijnloos door de wei lopen. En ja, we hebben gewoon een beslissing gemaakt om hem te laten inslapen. Dat is het beste wat we voor hem konden doen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Doei!